In een speciale school in Den Haag worden speurhonden voor de Rijkspolitie opgeleid. Tijdens een van de lessen worden met een steriele tang staafjes met verschillende geuren neergelegd. De hond krijgt lucht van een van de geuren en moet nu het juiste staafje feilloos weten te vinden. En dat gebeurt natuurlijk ook, al was het alleen maar omdat zijn baas bij de demonstratie niet af wil gaan. Net zo moeilijk als deze sorteeroefening is het volgen van het spoor van een gevluchte crimineel. Ook al is die geen groot filmacteur. Hier komt het opnieuw aan op het fantastische reukvermogen van de hond, dat vele miljoenen malen sterker is dan dat van de mens. De dieren in opleiding doen hun werk met kennelijk plezier. En ook hier gaat vanzelfsprekend alles goed. Maar ook in de praktijk hebben speurhonden al vaak hun nut bewezen, bij de opsporing van misdadigers of bijvoorbeeld van verdwaalde kinderen. Komt u maar uit die boom, meneer. Met de politie, gaat u maar even mee. Nu nou over! Andere politiehonden zijn de surveillancehonden, die eigenlijk beschouwd kunnen worden als een levend wapen. Terug! Behalve bouviers worden voornamelijk Mechelse herders voor dit wat grovere werk opgeleid. En tegen de snelheid van de honden kan geen boef op, zeker niet met een klapperpistool. De man die zich aan de aanvallen van de hond blootstelt, zit goed in het pak en heet dan ook een pakwerker. Waarom? Los! Ook als de hond op commando heeft losgelaten, hoef je niet te proberen ervan door te gaan. Transport! Politiehonden als bestrijders van de misdaad. Rijks- en gemeentepolitie werken er graag mee.